Blokken Gamers, welkom allemaal bij een gloednieuwe video van ETS 2 Promods. We zijn vandaag weer aangekomen in Promods. We hebben vandaag een dubbele trailer richting Duitsland. Kassel, geloof ik, als ik het goed heb. Dus we gaan vandaag weer eventjes lekker rijden. We rijden in een Scania die ik eigenlijk heb gemaakt onder een livestream op Twitch. En deze Scania die moet eigenlijk een beetje... Ja, hoe zeg je dat? Moet een beetje lijken op een Scania hier bij mij in de buurt van STT Logistics, oftewel Steghuis Transport Twente. Dus ik zal jullie eventjes de route laten zien. We zijn in Kalmar en we gaan dus naar Kozullen. Dus het is ongeveer 600 kilometer rijden, dus ik denk dat het een leuk vrachtje is. Dus laten we vast gaan en dan zie ik jullie zo meteen op de snelweg. Nou, we zijn op dit moment onderweg. We hebben natuurlijk een dubbele trailer met in totaal 13 ton erachter. Dus op zich valt er nog meer, maar we hebben maar 500 pk, want de voordeel die jullie net zagen. Dus ik wou daar een beetje op laten lijken. En die had ook maar 500 pk, die Scania van STT. Dus dan moeten we het maar hier maar eventjes mee doen. Maar op zich, het duurt eventjes voordat die op gang is. Maar als die ook maar één keer op gang is, dan moet dat komen. Nou, we zijn dus nu in Kalmar. Het is een leuk vrachtje, hoop ik. Dat we niet rare dingen tegen gaan komen. Dat zal wel leuk zijn. De vorige keer werden we natuurlijk aangehouden door de politie. Of nee, aangehouden door de politie. Die kwam politie voorbij. Met de sirenes aan. Dus ja. En dat was op zich best geinig. Even kijken. We hebben dubbele trailers. Daar moeten we rekening mee houden. Zo. Dubbele trailer rijd ik ook niet zo heel vaak trouwens, hoor. Wat in de originele Eurotruck, zonder mods, kun je natuurlijk alleen dubbele trailers in Scandinavië. Nou, ik kan overal, zelfs in Nederland kan ik ook dubbele trailers als het moet. Dat is een mod die staat in de Steam Workshop. Maar officieel, in een normale game kan het alleen in de in Scandinavië. Dus ja, ach. Het is op dit moment 7:15. Ik weet niet hoe lang we de tijd nog hebben hiervoor. En er rijdt de caravan deze kant op. Zat. Het is blijkbaar ook nieuw in multiplayer dat je nu een auto met een caravan kan doen ofzo. Ik heb het nog niet gezien, ik heb het nog niet geprobeerd. Maar toch vind ik het heel apart. Waarom zouden ze dat in godsnaam toevoegen? Er wordt toch alleen maar meer gekloord en alleen maar meer gekut. Toch? Ja. En zoals je ook ziet, ik heb ook de realistic physics mods aanstaan. Dus je zag echt dat die vrachtwagen echt heel dit op en neer ging als ik ging remmen. In een normale ETS dan ga je alleen naar voren. Ja, soms glits mijn trekker. Ja, dat ding is niet helemaal goed mee volgens mij. Dus als ik te ver naar links kijk, ploep, dan gaat hij niet naar links. Dat er eigenlijk maar niet de bedoeling is. Maar goed. Was maar nog maar kunnen kijken, dan ben ik tevreden. Nee, maar ik heb ook de realistic physics mod aan. Dus alles wat er gaat gebeuren qua vering en zo is allemaal veel realistischer. Want in een normale ETS dan leunt je alleen zo naar voren. En maar nu is dat dus eigenlijk gewoon dat het veel makkelijker is. Het is veel realistischer, want dan zien we ook echt bobbelen. Nou, we mogen hier 90, we zijn nu bijna op de snelweg. Of ja, dit is volgens mij dit is nog geen snelweg. Een Braco, oftewel een Iveco. Je ziet ook echt bloep, bloep, bloep. Handen erop, schild weer. In de vrij. En wachten we dat we door kunnen rijden. Ja, ik laat natuurlijk niet alles zien van de rit. Dat heb ik eigenlijk nooit gedaan. Scania. Let's go. Even lekker vol in de toeren. En ik kreeg een bericht op Facebook van Lars. Wanneer maak je weer een ETS 2 video? Nou, vandaag. Zo nu en dan doet dat wel hoor. Vind ik op zich ook wel geinig. Alleen mis ik de muziek, maar die plakt ik eronder. Nou, als die Braco die gaat rechts, dus dat is goed, want wij gaan rechtdoor. Dus hebben we van hem af. En nog steeds opletten dat we natuurlijk een dubbele triller bij ons hebben, dat natuurlijk vele malen langer zijn. We mogen hier 80, dus kunnen we gassen! Nou, en ik heb afgelopen donderdag heb ik ontzettend lang
heb ik Pure Farming 2018 gestreamd. Nou, ik vond het een geweldige. We hebben gewoon bijna 4,5 uur hebben Pure Farming gestreamd op YouTube en op Twitch. Dus daar wil ik binnenkort ook eventjes een videootje van maken. Dat vind ik best wel geinig. Want omdat we de hele tijd verder progressie boeken, hebben we dus veel meer dingen wat je ontgrendelt en dan wordt de game dus ook steeds leuker. Zoals we hadden bijvoorbeeld in Italië moesten we olijven en moesten we druiven moesten we oorsten met zo'n hele aparte machine. Dus mocht je dat niet even gezien hebben, kijk zeker die stream eventjes terug, want ja, dat is echt super vet. En nou ja, goed, zo nu en dan maak ik gewoon eventjes een ETS 2 video en dat stream ik ook nog wel eens op Twitch. Dus volg me nog niet op Twitch, doe dat ook zeker eventjes. Want dan kun je altijd gewoon op de hoogte blijven van alle livestreams wat daar gaat gebeuren. Want zoals jullie weten stream ik 1 keer in de week op YouTube. En 4 à 5 dagen in de week op Twitch. Dus doe niet zo moeilijk. Download Twitch op je telefoon of tablet. Kost helemaal niks. Geheel gratis. Maak een account aan. En je hoeft geen enkele livestream meer te missen. Maar dat vind ik wel jammer. Dat mensen van YouTube totaal niet naar Twitch komen. Andersom, geen probleem. Mensen van Twitch naar YouTube, no problem. Maar mensen van YouTube naar Twitch, dat is echt een drama en dat is altijd al geweest. Ook voordat ik aan YouTube begon, deed ik eigenlijk ook al aan Twitch. Maar echt waar, het was echt een drama, nog steeds trouwens. En ik snapte, ja, aan de ene kant kan ik wel begrijpen van ja, we zijn gewend aan YouTube, dus ik wil niet wat anders. Maar ik denk toch aan de andere kant van ja, ik wil het toch ook wel een keertje proberen om een andere platform te gaan bekijken. Als jij naar een favoriete streamer kijkt, zoals Don. Of een YouTuber, nou die maakt natuurlijk gewoon elke dag een video. Maar elke vrijdagavond stream ik ook op Twitch, nou en op YouTube tegelijkertijd. Maar ik kijk altijd op Twitch, omdat ik Twitch vind ik veel fijner om te kijken. De kwaliteit is veel beter. Dus doe er gewoon echt een keertje, jongens. Zou ik super tof vinden. Het kost helemaal niks, het is heel gratis. Het volgen is gratis. Dus wat houd je weer tegen om eventjes niet naar Twitch te komen? Ja, ik begrijp dat niet. Maar goed, genoeg erover. We zijn bij Kals Corona. En we moeten denk ik voor 400 kilometer rijden. Denk ik, zoiets. En dan komen we zo meteen op de boot kunnen we aanmeren. En dan zijn we in Polen. Nou, we zijn op dit moment ook alweer meer dan 2 uur onderweg op de weg. Want het is nu 10:15 en we zijn om 8:15 zo vertrokken. Hoeveel moeten we nog rijden? Nog 10 uur. Maar ja, goed, daar zit de boot ook bij. Zeg dat we ongeveer om 9 uur in de avond aanwezig zijn. Ik denk dat het wel ietsje sneller gaat. Maar ik heb in dit profiel ook niet meer zo heel veel geld meer. Dat heb ik toen weggecheat. In mijn oude profiel, mijn normale profiel, wat ik voor multiplayer gebruik, kan ik niks. Geen cheat engine gebruiken. Maar voor proefmatch wel, dat vind ik een beetje apart. Maar goed. Ik zal jullie zo even de combi laten zien, want er zit nu precies een vrachtwagen voor ons. En dan kan ik dat dus niet goed zien. Ik wil eerst eventjes vrije baan hebben. Hopelijk zie je ook geen flitspalen, want ik rij eigenlijk veel te hard. Nou niet meer. We hoeven nog niet te tanken, we hebben een halve tank, dus dat moet goed komen. Sexan Len. Scan Len. Geen idee wat daar staat. Iets met landschap denk ik. Arla, Arla. Ja, wij rijden sneller dan die auto. We gaan hem eventjes inhalen. Kan ik jullie zo meteen ook eventjes de combi laten zien. Maar we moeten zo meteen wel de rechte baan aanhouden. Omdat wij zo meteen af moeten. Dus als we hem hebben ingehaald, dan moeten we direct weer naar rechts toe. En dit is ook altijd een beetje tricky hoor. Net als... want we halen hem nou niet in. Dus dat is een beetje jammer. Het is ook altijd tricky met de auto. We moeten toch weer achter hem. Maar ja, goed. We hebben ook een dubbel trailer, dus dat kost veel meer vermogen. Zo. Veel gas geven. Bij het bochtje stond hier toch niemand. En kunnen we verder. Ja, dat vind ik wel echt vervelend, dat ik niet helemaal naar links kan kijken. Kijk, en als ik buiten de camera ben, dan kan ik wel weer met mijn muis in en weer. Ja, toch blijft dat vreemd. Ja, dan kun je ook direct eventjes de combi zien. De nieuwe Scania R500. Wat gebaseerd is op Steghuis.
mooi. Maar toen ik namelijk met de Rijk meeging, met de torpedo, hebben we natuurlijk ook een vlag over gemaakt. Toen was er een oude collega van de Rijk, die werkt nu bij iemand anders. Die reed dus zijn nieuwe Scania R500 en dan mochten we eventjes de cabine inkijken. Maar het zag er wel gaaf uit hoor, het klopt ook allemaal precies. Alleen, ik weet niet of deze trekker, of deze vrachtwagen er ook heeft. Als we eventjes op een recht stuk zijn en we eventjes het kniplicht aandoen, of het dat kleine streepje is, of dat het een normaal lichtje is. Ah kijk, dit is een normaal lichtje, zie je dat? Die nieuwere versies, die hebben zo'n heel klein ledstripje. Wat een kniplicht is. Of richting aanwezen. En dat zie je eigenlijk bijna niet. Maar de achterkant, het is wel allemaal led. En we hebben binnenkort hebben we natuurlijk ook coronatrailers, daar zijn ze ook mee bezig. Dus dan, het zal wel vet zijn dat je ook van die, die trailer, die coronatrailers, die hebben altijd van die lichten in een vorm van een koontje. Dat ze dat ook hebben. Ah, vast wel. Het zal wel geinig zijn. Volgens mij komen we in de buurt van de haven als ik dat zo verderop zie. Dan heb je zo'n kraan namelijk. Ja, daar staat de boot ook aangemeerd. Kijk. Dan zijn we er al grotendeels. Daar links heb je de achter de spiegel net. Dan zie je de kraan van de haven. We zijn in ieder geval bij de haven. Dus dat komt ook goed uit. We mogen hier 70, dus ik hou hem in de vierde versnelling. Welkom in Trelleborg, oftewel welkom in Trelleborg. Hier dikke Range Rover. Zo, daar staat een boord van Polaris Lines. Kunnen we aanmeren. Of aandokken, hoe je het ook wil noemen. Met een goede combi. Best lang dit hoor, dubbele trailer. Jojojojojo. Moeten we hier erin neer? Hier kunnen we er niet in, eentje verder. Kijk, hier moeten we erin. Om hoeven niet eens de boot op te rijden. Ik dacht dat we de boot op moesten rijden. Oh, iets staat geremd. Oké, waar gaan we hier in? Rostock, denk ik. Nee, die moeten we hebben volgens mij. We moeten naar Polen namelijk. Dun-dun. Let's go! Kijk, het is nu 6 uur, dus hoeveel is het nog? 138 kilometer, dus we zijn er zo. Ja, tuut! Beetje gevaarlijk die hobbel. Het is ook allemaal lekker krap. Dan moeten we deze bocht moeten we nemen. Ah, oh, plek zat. Ja, we zijn bij de haven, ik weet het. Hier, Lidl trillen. Nou, ik word er helemaal gek van. De ene keer pakt hij hem wel en de andere keer pakt hij hem niet. Die trekker, ja, dat ding is niet goed meer. Oké, we gaan eventjes rechtdoor. Kijk, want als ik te ver naar rechts kijk, dan pakt hij hem niet meer. Heel apart is dat. Kijk, en nu wel weer. En nu is hij hem weer kwijt. Ja, vreemd. Mag ik ook langs hier nog niet? Ja, naar de Volvo. Volgende toeren. Let's go. Zo, jemig, we zijn de start uit. Het was zo druk. Ik moest zo lang wachten voor het stoplicht. Ik dacht, dat kan ik wel op film zetten, maar dat heeft geen zin. Pff. Nou, ik denk dat we daar wel... hoe lang hebben we daar gestaan? Een stuk 3 tot 5 minuten sowieso. Maar goed, we zijn weer de weg op. Oh, volgens mij komt er een trein aan. Een trein. Ja, ik weet dat je er bent. Maar ik heb ook het Soundfixers mod pack. Die staat ook in de Steam Workshop. En heeft alles in de game heeft ander geluid.
veel realistischer geluid dan in de game zelf. Dus dat is ook wel vet. Dus als jij ook mods gebruikt, ga die zeker installeren. Maar dat is echt super gaaf. Rotonde. Normaal gesproken rijden we... Oh! Sorry! Ik dacht dat je rechtdoor ging. Dank u. En via glitch met Track AR, hè? Jammer is dat. Dan moeten we hier links, denk ik. Ja. Nou, we komen nu een beetje de stad in, heb ik het idee. Dus het zal niet zo heel lang meer duren voordat we er zijn. De trein achtervolgt ons! Daar heb je de trein weer. Ik dacht, wat hoor ik toch? Maar dat is de trein. Maar volgens mij, ik denk dat we iets van 80 kilometer. Ik denk wel minder zelfs. Ik denk dat aan het einde van deze straat moeten we denk ik zijn. Maar uiteraard moeten we weer wachten op een stoplicht. Het is toch wat. We mogen nou een heuvel opklimmen volgens mij. Dan gaan we omhoog, dan gaan we omlaag. En het is een lekkere slingerbocht. Maar ik heb ook geen idee hoe lang. Ik dacht dat we er al bijna waren, joh. Maar dat duurt nog eventjes. We rennen nu wel door het bosje, dat vind ik op zich wel geinig. Ze zijn met boswerkzaamheden bezig. En de vogeltjes fluiten nog, maar het is 7:45. Dus het begint langzaam aan donker te worden. Moet je nagaan, hè? Dat hebben we gewoon om 8 uur zijn begonnen in de game. Het is nu alweer bijna 8 uur, dus we zijn er gewoon al 12 uur verder. Moet je nagaan hoe lang zo'n rit dan kan duren. Maar ja, goed, hè? Deze tijden gaan natuurlijk veel sneller dan normaal. Maar als je er toch een beetje over nadenkt, is dat op zich best, duurt het best lang. En er staat een gigantisch groot jachtschip daar. Nice. De Zwinnewek ontdekt. Ja, juist. Nog nooit van gehoord. Oh, dit is zo'n rare rotonde. Dat hebben ze ook in, bij Koevorden daar in de buurt. Dat is ook zo apart. Moet je eerst helemaal een vierkant rijden. Heb je eerst een rotonde met een vierkant. En dan nog een rotonde. En dan nog een vierkant. En dan nog een rotonde met een vierkant. Heel apart is dat. Geen idee waarom ze dat hebben gedaan. Oeh, maar het is hier wel lekker krap. Hoi! Kostaslin. Maar ik hoef niet naar rechts te kijken. Volgens mij... licht is ieder al in huis. Dus het is niet druk meer op de weg. Nou, we zijn er hoor. We zijn in Kostaslin. Met een keertje tijd. Maar er is ook gewoon helemaal niks en niemand zwart op straat. En het is 9 uur. Dus ik weet niet waarom de helft allemaal niet op straat. Dan moet je kijken, het is helemaal dood op straat, joh. Nou, geinig. Komt iets heel vaak voor. Kozalin. Oh, trein. Oh. Ja. Maar je hoort geen ding 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 ding. Nou, laatste stukje jongens. Het stikt hier van de treinen, ja. En rechts van ons is weer een trein. Daar heet hij. Daar bovenop. Ik wist niet dat ze zoveel treinen in Polen hadden, ja. Gast, waarom stop je? Oh, we mogen nu langs. Sorry, ik heb even haast, want ik krijg bezoek. Sorry. Want mijn zus die komt er zo aan. Moet ik eventjes gewoon de opname afsluiten. Nou, het parkeren met een dubbele trailer, dat kan ik niet. Dus we drukken gewoon op enter. Tenzij we er gewoon natuurlijk in kunnen rennen, is een ander verhaal. Waar moeten we helemaal heen, joh? Wat is dit voor gebied? We hem hier moeten we erin. Iets verderop. Daar moeten we hem neerzetten. En ja, dat wil toch ook niet. Nou ja, goed, maakt ook niet uit. Voldoende.
Hoeveel krijgen we? 18.000 euro. Dat had beter gekund. Hé, hey, maar jongens, ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze aflevering van Euro Truck Simulator 2 Pro Match. We hebben eventjes lekker een ritje gereden met de Scania R500. Super tof. Als je dit een leuke video vindt, mag je dat belonen met een blauw duimpje omhoog. Mocht je nog leuke mods hebben, kun je die altijd achterlaten in de Discord die je kan gebruiken in Pro Match. Dus bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En vergeet niet om ook op het belletje te drukken naast het abonneerknopje. Dus blijf je altijd op de hoogte van de video's. Kalm!